Hallo allemaal, welkom bij deze instructievideo. Deze video is voor deel 7 van het TLC Blanket, waarin we samen leren haken. Deel 7, dat is dit stuk hier, gaan we popcorns leren haken. Nou, dat zijn dus eigenlijk die bobbeltjes dat je hier zo ziet zitten. De popcornsteken doen we in andere rijen haken dan de rij dat we het laatst hebben gehaakt. Dus dat ga je ook deze week leren, om eigenlijk in vorige rijen te haken. Je gaat ook leren om voorsteken te haken en achtersteken te haken. Dat zijn allemaal belangrijke vaardigheden. Dat gaan we allemaal deze week oefenen. Het garen dat ik gebruik nog steeds mijn Scheepjes Chunky Monkey garenpakket. Met deze week een 5 mm haaknaald. Neem je stap voor stap door het proces van die popcorns maken en alles wat je deze week moet weten. Ik hoop dat het een nuttige video voor je is en ik hoop dat je veel leert. Laten we beginnen. Rij 52. Ik ga gewoon verder waar we vorige week gebleven zijn. Dus ik ga even die lus weer openmaken. Want ik heb die steekmarkeerder er nog in zitten. En ik pik de lus op. Zo. En nu kunnen we weer verder. We beginnen met 3 lossen. 2, 3. Deze 3 lossen tellen als mijn eerste stokje. Kom je naar de tweede steek, daar werk je ook een stokje. Nu heb je eerst 2 steken gehaakt en nu gaan we over de volgende 5 steken een kleine herhaling maken. Dat we gaan doen bijna tot het einde. 1 lossen. Sla een steek over. En op de volgende 4 steken haak je een stokje. Eentje overslaan en dan op de volgende 4. Dus 1, 2, 3 en 4. Zo. Dit ga je herhalen tot je aan de andere kant bent. Dan heb je nog 3 steken over. Dus 1 losse. Sla een steek over. En dan 1, 2, 3 en 4. Zo. Ik heb de herhaling nu 2 keer met je gedaan. Je gaat hem echt nog een keer of 6, 27 keer doen, zoiets. Maar ga vooral gewoon rustig door. Dus je haakt eigenlijk setjes van 5. En dan helemaal op het einde ga je nog 3 steken over hebben nadat jij het 4e stokje van 1 zo'n setje hebt gehaakt. Dan heb je nog 3 steken over. Dus herhaal dit en dan zie ik je op het einde even terug. Wanneer je herhalingen hebt gemaakt, je ziet hier is mijn laatste herhaling, ik heb geëindigd met die 4 stokjes, heb je nog precies 3 steken over. En voor die laatste paar steken. 1 lossen. Sla de volgende steek over en op de laatste 2 ga je een stokje haken. Dus die overslaan. Dus je hebt deze steek een stokje. En het laatste stokje is op die 3 lossen hier. Dus aan de bovenkant van die 3 lossen insteken. En afhaken. Nou, wat nu belangrijk is, ik ga deze lus even een beetje openmaken. En zet in die lus een steekmarkeerder. Zo. Met deze lus gaan we nu even laten zitten. Hier gaan we straks weer op terugkomen. Voor nu gaan we een andere kleur gebruiken. Ga nu naar het begin van deze rij, maar hou de goede kant naar je toe. Rij 53. Je hebt nu kleur B nodig. En we gaan kleur B aanhaken in de eerste 1 losse opening. Dus je hebt hier een heleboel 1 losse openingen. Die allereerste ga je aanhaken met een halve vaste. En dan maak je 1 losse. En dit is eigenlijk om die halve vaste een beetje vast te zetten aan je werk. Dat hij niet al een beetje overal los flupt. Nu gaan we een herhaling beginnen. We gaan een popcorn haken en die popcorns gaan we in iedere steek dat we hebben overgeslagen in de vorige toer gaan we die inhaken. Dus dit is toer 51,
die overgeslagen steken. Daar gaan we hem inhaken. En met losse ertussen. Dat is wat we gaan doen. Nou, een popcorn begint met 5 stokjes. Dus omslaan. Dus moet je met werk een beetje vouwen, kom je in die eerste steek die je hebt overgeslagen. En wat nu heel belangrijk is, is dat je werk hierachter mist. Je wilt dus voor je werk haken. Dus het werkt, dus het makkelijkst als je soms een beetje omvouwt. Dan is dat het eerste stokje. En hierachter, dit is los. Hier heb je niet overheen gehaakt. Dat is heel belangrijk. Dat is 1. Dus ik moet er nu 5 maken. 2. 3. 4. En dit is nummer 5. Zo. Dan heb je 5 stokjes in die ene steek gehaakt. Maak de lus open. En ik pak hem altijd even op mijn vinger. Dan gaat hij nergens heen. En nu kom je terug naar jouw eerste stokje. Hier is de eerste stokje. Steek je haaknaald in de steek. Dan haal je de lus weer op, zet die op je naald en trek hem strak. En nu gaan we deze lus door die steek halen. Zo. En 1 losse om het allemaal af te sluiten. En dit hele dingetje, beginnend bij dat eerste stokje tot die 1 losse, dit hier is een popcorn. Gaan we er nog best wel wat van haken. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Je hebt er nu 6 in totaal, maar de eerste losse hoort nog bij de popcorn. Dus daarom dat het in het patroon staat 5 lossen. Want het is eigenlijk 1 plus 5, dus je haakt er 6 in totaal. Maar de eerste, die hoort nog bij de popcorn. We gaan deze 4 stokjes hier overslaan en we komen naar de volgende steek hier die we hebben overgeslagen. Daar gaan we nu weer een nieuwe popcorn in haken. Dus omslaan, dus insteken in die steek en zorg weer dat je voor je werk blijft. Dus vouw het een beetje om, dat is vaak het makkelijkst. En dat is 1, 2, 4, 5. Maak het open. Kom je terug naar jouw eerste steek. Dat is de eerste van die 5 stokjes. Zet de lus op je naald. Trek het door de eerste steek. En 1 losse. Op dit moment zit je werk ook helemaal los hiervan achter. Dus dit moet echt los zijn. We gaan het later weer vastzetten, die popcorns. Maar voor nu zitten ze er een beetje los bij. En dat is oké. Dit is dus je herhaling. Popcorn en de 5 lossen. Dus ik moet nu nog 5 lossen haken. 2, 3, 4, 5. Gaan we nog weer die 4 steken overslaan. En dan beginnen we weer met de volgende herhaling. Dus weer in de volgende steek die we hebben overgeslagen. En zorg weer dat die 1 losse echt naar achteren zit. Dat je daar niet per ongeluk overheen haakt. Weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4. 5 stokjes. Openmaken. Kom je terug naar de eerste steek. Doorhalen. En 1 losse. Ik heb de herhaling 2,5 keer met je gedaan. Zo ga je nu door. Dus je gaat nu weer 5 losse haken. En dan een popcorn. Nou, die popcorn is inclusief 1 losse. Dus dan weer 5 losse. En hier weer een popcorn. Dus in iedere opening ga je een popcorn haken. En ja, je hebt dus 6 lossen ertussen. Eentje hoort bij de popcorn en dan heb je nog 5
van het patroon. Zo ga je nu door, eigenlijk tot je aan de andere kant bent bij de laatste opening. Daar zie ik je nog even terug voor die laatste popcorn en hoe we de rij afsluiten. En bijna bij het einde, hier is het uiteinde. Dan heb je die hele rij popcorns die zo mooi voor je werk zitten, heb ik nu allemaal gemaakt. Je moet er eigenlijk nog eentje maken in die laatste opening daar. Ik heb deze popcorn gemaakt en die is afgesloten met die 1 losse. Dus nu nog 5 losse. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kom je naar die laatste steek die hier is overgeslagen. En in die steek haak je 5 stokjes. Dus 1, 2, 3, 4 en 5. Maak je lus open. Kom je weer naar de eerste steek. Moet je natuurlijk wel goed vastpakken. Zo. Door die eerste steek heen. 1 losse. Nu ben je klaar. Alleen dit bungelt natuurlijk een beetje los. Dus we gaan hier in die 1 losse opening hierachter vastzetten met een halve vaste. Je kunt je draad afknippen en doorhalen. Zo. En nu heb je een mooie rij met popcorns gehaakt. Zit er wel nog een beetje los. In de volgende rij gaan we die vastzetten aan ons werk. Rij 54, je hebt de achterkant naar je toe. En we gaan beginnen door even die lus op te pakken. Zie, hier hadden we een steekmarkeerdertje ingezet. Dus pik die lus even op. Zet die op je naald. Zo. En hier is het draadje van de vorige rij. Die heb je gewoon aan de achterkant zitten. Je hebt trouwens ook de achterkant naar je toe. We beginnen met 3 lossen. 2, 3. Dit is je eerste stokje. Je gaat op de tweede steek ook een stokje haken. Zo. En nu gaan we om de popcorn een relief stokje achterlangs haken. Dus omslaan voor het stokje. En dat betekent eigenlijk dat we hier gewoon aan de achterkant van die popcorn zo van om die steek heen steken. Van de achterkant. 1. Zo. En wat je nu doet is je doet eigenlijk die popcorn een beetje samenknijpen en vastzetten. Nu beginnen we een kleine herhaling. We gaan achter de 5 losse opening werken. In de steken van 2 rijen terug. Dus trek die lus naar voren, dat je er echt goed achterin kunt werken. Het helpt soms als je hier zo die steken een beetje naar boven haalt. Daar gaan we beginnen. Dan gaan we op elke steek een stokje haken. Zo, dus 1. 2. 3. En hier zit nog een 4e en die is vaak een klein beetje verstopt. Daar zo. Dit is de 4e. Het geeft niet dat je dit nu allemaal een beetje scheef trekt. Je doet even zo en dan zit het weer netjes. En om de popcorn weer een relief stokje achterlangs. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon hier onderdoor steekt. Grijp je je draad vast. En werk je het relief stokje achterlangs af. Deze 5 steken ga je nu herhalen tot je aan het eind bent. Dan heb je nog 2 steken over. Ik laat je rustig nog een keer zien. We beginnen weer met 4 stokjes achter de 5 losse opening. Dus haal die steken even naar boven. Hier is de eerste. 1. 2,
serrie. En die vierde even zoeken. Vier. En dan een relief stokje achterlangs om die popcorn. De herhaling twee keer gedaan. Laat je nog één keer zien en dan maak je weer een sprong in de video. Nou, trek je die steken even naar boven. 1, 2, 3. Hier is de laatste. 4. En een relief stokje achterlangs om de popcorn. Zo. Als je van de voorkant kijkt, als ik het even zo omdraai, zie je dat die popcorns allemaal mooi individueel zitten. En die losse ketting, die is nu mooi verstopt achter die steken die je zojuist gehaakt hebt. Hij blijft hier wel, die losse opening blijft hier gewoon zitten, maar daar heb je verder geen last van met de deken. Zo zie je mooi van voren die popcorn zitten. Herhaal deze 5 steken, dus die 4 stokjes achter de losse opening en dan een stokje om de popcorn. Herhaal dit tot je eigenlijk bij de laatste popcorn bent. Als je aan het einde van de rij bent, heb je je laatste reliefsteek om die laatste popcorn heen gehaakt. Dan heb je nog 2 steken over. De laatste 2 steken haak je een stokje op elke steek. En je laatste, hier is die 3 losse. Dus dat telt ook als een stokje. Even je haaknaald aan de bovenkant daarin steken. En dat is dan je laatste stokje. Zo. Keer je werk voor de volgende rij. Rij 55, je hebt nu de goede kant naar je toe. En eigenlijk deze 3 rijen die we net hebben gehaakt, die gaan we nu en op een manier herhalen. Het enige verschil dat we gaan doen is we gaan de popcorns telkens eentje verspringen. We zijn nu op de rand begonnen en nu voor deze tweede set gaat de popcorn hier beginnen. En voor de derde set gaat die hier beginnen en de vierde set hier. Dus op die manier gaan we eigenlijk zo'n schuine lijn weerskanten maken. En dat is gewoon omdat ik het leuk vind. En in het proces doen we die popcorns en die relief steken en achter en voor, dat gaan we dan heel goed oefenen. Dat is ook het doel hiervan. We beginnen met 3 lossen. En deze 3 lossen die tellen als een stokje. Nu gaan we 6 stokjes haken. Dat gaat ons brengen tot op deze punt. Zie je, dan zijn we dus eigenlijk 1 positie opgeschoven. 6 stokjes. Dan heb je er 7 totaal. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Nu gaan we weer met die kleine herhaling beginnen, eigenlijk zoals we hier ook hadden gedaan. Dus dat is 1 losse, sla een steek over en die steek die je overslaat moet het relief steekje zijn van de vorige rij. Je ziet, hier is dat relief stokje, die sla je dus over en nu ga je nog 4 stokjes haken. Dus 1, 2, 3. Nog een keer herhalen. Dus 1 losse. Sla het relief steekje hier over. En dan weer 4 steken. 1, 4 stokjes. 2, 3, 4. Dan heb je de herhaling 2 keer gedaan. Dit ga je nu blijven doen. En het idee hiervan is dat deze 1 losse opening is ook precies oplijnt met je popcorns.
Dat ga je nu blijven doen tot je nog 8 steken op het einde over hebt. En dan ben je dus ook ter hoogte van jouw 1 na laatste popcorn. Dus herhaal dit nog tot je 8 steken over hebt. Wanneer je nog 8 steken over hebt, dan ben je hier eigenlijk net boven die 1 na laatste popcorn. Het laatste stukje is eigenlijk symmetrisch aan het eerste helft, of ja, gespiegeld moet ik eigenlijk zeggen. Dus 1 losse, sla deze steek over, dat is die laatste relief steek daar. Sla je deze over en dan gaan we op de volgende steken 7 stokjes haken. Dus 1, 2, 3. 4, 5, 6 en de allerlaatste is hier op die 3 losse, dat ook als een steek telt. Dus je haaknaald daar in prikken. Zo. Openmaken die lus en zet hier weer een steekmarkeertje in, net als voorheen. Pik je deze lus later weer op. Dus gewoon even vastzetten, dan gebeurt er niks mee. Ga je weer naar het begin van deze rij. Het zou de goede kant naar je toe, maar ga weer even naar het begin. Rij 56. De kleur die je nodig hebt is kleur D uit je pakket. En we gaan aanhaken weer in de eerste opening hier. Dus hij zit nu op een andere plek. Je ziet, we zijn nu eigenlijk een beetje opgeschoven. Dus hier zit nu niks aan de rand. Dus we zijn eentje opgeschoven. Hier in die 1 losse opening hecht aan met een halve vaste. En dan 1 losse. En dat is puur om die draad eigenlijk iets vaster te laten zitten. We gaan eigenlijk precies hetzelfde doen als in deze vorige ruime popcorn. Het enige verschil is, er zijn er nu 2 minder. Omslaan en in die overgeslagen steek hieronder haken we een popcorn. En weer zorgen dat je werk naar achter zit, dat je hem niet per ongeluk meehaakt. 1, 2, dan gaan we weer 5 stokjes haken. 3, 4, dit is nummer 5. Maak die lus weer open. Kom terug naar die eerste steek. Zo. Lus opzetten. Afhalen. En 1 lossen. Dus dat is alweer je eerste popcorn. 5 lossen. Net precies hetzelfde als voorheen. Dus 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En dan kom je hier naar jouw volgende overgeslagen steek. We slaan die 4 stokjes weer over. Dan kom je naar deze. Ik weet die opening hier. En zorg weer dat de rest van je werk naar achteren ligt. En dan haak je hier een popcorn in. Dus 1. En dit is echt precies hetzelfde als in die eerste rij met popcorns. Het enige verschil is dat je dus 2 minder hebt op het hele rij. En je hebt een andere kleur. Kijk, hoeveel heb ik er nu? Ik heb er nu 4, nog eentje. 5. Lus openmaken. Kom terug naar die eerste steek. Haal die lus weer op. Doorhalen. 1 lossen. Nu weer 5 lossen. Dus 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En nu gaan we in deze opening hier, deze overgeslagen steek, een popcorn haken. En dan weer 5 lossen en in deze een popcorn. Dus je blijft het herhalen tot je aan de andere kant bent met je laatste 1 losse opening. Het is precies hetzelfde. Ik laat je toch het einde nog eventjes zien. We gaan gewoon zo door. Dus een popcorn in elke opening en 5 lossen ertussen. Maar technisch gezien haak je natuurlijk 6 lossen. Want ja, die popcorn heeft ook nog 1 losse, maar die hoort dus niet bij de steekvermelding, omdat die reeds bij de popcorn zit. Dus eigenlijk 6 lossen ertussen, maar dat is een popcorn plus 5. We zijn bijna bij het einde. Ik heb net 1 laatste popcorn en die 5 lossen hier gehaakt.
Dus dan nog één losse opening over met een overgeslagen steekje. En dan heb je hier nog die steken tot het einde. Je laatste popcorn gaat dus ook uitlijnen met je ene laatste popcorn van de vorige rij. En dat is ook precies wat de bedoeling is. Nou, in deze overgeslagen steek hier ga je de laatste popcorn haken. En dat zijn, begin je weer met 5 stokjes. 2, 3, 4. En dit hier is 5. Maak die lus weer open. Terug naar de eerste. Pak op de lus. En haal door de eerste steek 1 losse. We gaan onze draad nu weer vastzetten aan ons werk. Door hier achter op de in losse opening haak daar een halve vaste in. Zo. Kun je draad afknippen en doorhalen. Zo. Heb je tweede rij popcorns al gehaakt. Keer je werk en dan gaan we kleur A weer ophalen hier met deze lus. En rij 57. Even beginnen door onze die lus hier, onze werklus op te halen, een kleur A. Steekmarkeertje openmaken en die lus weer ophalen. Zo. Nou, wat we nu gaan doen is eigenlijk hetzelfde als voorheen. Als je twee of drie rijen terug ook gedaan hebt. Dus een stokje op elke steek, een reliëfstokje om de popcorns en dan achter de losse opening heen. Hier die 4 stokjes haken. Dan gaan we de hele rij doen. Ik laat het je rustig even zien. We beginnen met 3 lossen. Deze 3 lossen tellen als een stokje. En op de volgende 6 steken, dus tot aan de popcorn, haken we een stokje. 2, 3. 4, 5 en deze hier is 6. Dan heb je 7 stokjes totaal, dus die 3 lossen plus nog 6. Even je draad hier aantrekken. Ik laat je op het einde ook gewoon zien hoe je deze draden wegwerkt en die lossen hier. Om de popcorn, steek je om de popcorn heen, maak je een reliëf stokje achterlangs. Daarmee zet je die popcorn helemaal vast aan je werk. Nou, nu begint dus weer dat kleine herhaalstukje. Zorg dat je achter de losse opening kunt werken. Dus trek die steken een beetje naar boven. En dan gaan we 4 stokjes haken. 2, 3. Deze hier. Die laatste moet je misschien een beetje voor grabbelen. Zo. Dat schuif ik een beetje op. En kom ik bij het stokje en weer een reliëf stokje achterlangs om die popcorn. Zo. En nu zit die popcorn ook mooi vast. Deze 5 steken herhaal je nu tot je bij de laatste popcorn bent. Ik laat je nog een keertje zien. Dus weer achterste steken naar boven halen. En dan 1, 2, 3 en deze hier is 4. En nu nog een reliëf stokje om de popcorn. Herhaal dit, dus eigenlijk deze 5 steken, tot je bij de laatste popcorn bent. Ik zie je net voor die laatste popcorn weer even terug. We zijn alweer bijna op het einde. Ik heb hier nog de ene popcorn over. Om deze steek haak ik nog die laatste reliëfstokje om die popcorn heen. Ja. En nu is er tot aan het einde nog 7 steken. En je haakt een stokje op elke steek tot het einde.
1, 2, 3, 4, 5. Ik heb echt last van de draad vandaag. En hier de laatste, de 7 is op die 3 losse hier aan het begin. Dus dat is even inprikken. Zo. En 7. Kijk, 7 stokjes tot aan het eind. Je kunt nu je werk keren voor de volgende rij. Rij 58. We gaan nu eindelijk weer hetzelfde doen als wat we voorheen hadden gedaan. We gaan een rij stokjes haken met hier en daar een losse en een steekje overslaan. Nou, het ritme dat je zou, dat ik hoop dat je kunt zien, is dat we dus nu 12 steken, 12 stokjes gaan haken. En dan weer hier boven het tweede popcornje komt dan weer die 1 losse en slaan we een steekje over. Dus dan ga je popcorn zo diagonaal aan de rand zitten. Dat is eigenlijk het ritme dat ik hoop dat je kunt terugzien. Dus we beginnen deze rij met 12 stokjes. Nou, het eerste stokje is 3 losse. 2, 3 losse. Dus dat betekent dat je de eerste steek overslaat en gewoon naar de tweede kunt komen. En dit is dan 2. Nu moet je er nog 11 haken in totaal. 3. En het laatste stokje. Zo. Heb je deze hele rit? Het zijn er 12. Dus eigenlijk 11 plus die 3 losse aan het begin. De volgende steek die je hebt is het relief steekje en die gaan we dan weer overslaan. Dus je ziet, je bent nu ter hoogte van het tweede popcorn van de vorige rij. Dus 1 losse, sla je dit relief steekje over en dan weer 4 stokjes. En dit is dus eigenlijk precies hetzelfde als wat je tot nu toe hebt, al 2 keer hebt gedaan. Ga je dus nu nog een keer doen. Dit herhaal je tot je ter hoogte van het ene laatste popcorn aan de andere kant bent. Dus 1 losse en dan heb je nog 13 steken over. Sla deze over en dan 4 stokjes. Dus je gaat zo door tot je 13 steken over hebt. Maar het is misschien makkelijker om even die popcorns in de gaten te houden. Dus totdat je ter hoogte bent van de ene laatste popcorn van de vorige rij. Dus herhaal dit tot de andere kant en dan zie ik je even terug. Ik ben bijna op het einde. Je ziet, hier heb ik de laatste herhaling gedaan. Ik ben nu ter hoogte van de één na laatste popcorn. Ik heb hier nu nog 13 steken over. Nou, wat nu belangrijk is, is we gaan dus weer een losse haken. Deze steek overslaan en dan op de laatste 12 steken gaan we het afhaken. Dus 1 losse. Sla de volgende steek over. Dat is deze. Die sla je over. En nu haak je 12 stokjes tot het einde. Deze. Dit is dan het één na laatste stokje. Het laatste stokje is hier op die 3 losse. Zo, bovenin inprikken. En dat is jouw laatste stokje. We gaan weer even deze lus vastzetten met een steekmarkeerdertje. Zo, dan gaat hij nergens heen. En je ziet nu dat je laatste opening hier is boven het ene laatste popcorn van de vorige rij. We gaan nu weer terug naar het begin en dan gaan we weer popcorns haken, precies zoals voorheen. Rij 59. We gaan weer popcorns haken, precies zoals voorheen. Ik laat je ze deze keer niet zien. Ik wil je nu echt aanmoedigen om het geschreven patroon te gebruiken hiervoor. Mocht je toch een beetje vastlopen, het proces is precies hetzelfde als 2 rijen eerder. Dus kun je ook gewoon naar de video terugspringen naar deze rij of deze rij waar we ook die popcorns hebben gehaakt. Het proces is precies hetzelfde. Je hecht aan en in die overgeslagen steken haak je de popcorns met 5 losse ertussen. De kleur dat je voor deze rij gebruikt is kleur C. Dus haak nu weer een rij popcorns met 5 losse ertussen.
een rij 60. Ik heb de achterkant naar me toe. Even die draden hier een beetje uit de weg halen. En we gaan weer die lus ophalen. De vasthouder gezet met een steekmarkeerder. Dus die halen we even op. Die lus. Zo. En we beginnen weer met 3 lossen. We gaan nu hetzelfde proces doen als voorheen met die popcorns vastzetten. Op de volgende 11 steken haken we ook een stokje. Dus deze 3 lossen tellen als een steek. Dus we gaan komen naar de tweede positie. En hier haak je de eerste van. Nou, je haakt er nu 11 en dan heb je in totaal 12 met die 3 lossen. En dan breng je precies bij de eerste popcorn. Nog een paar erbij. En het laatste stokje. Zo. Het eerste stuk gehaakt. En dan kom je bij de eerste popcorn aan. En hier ga je weer omheen een relief stokje achterlangs haken. Schot ik een beetje uit. Zo. En dan komt weer die herhaling die we eigenlijk al verschillende keren hebben gedaan. Dus achter de losse opening, dus echt zorg dat je daar achter blijft, haak je 4 stokjes, dus eentje in elke steek, 2, dit is 3 en deze is nummer 4. En dan gaan we hier om het laatste, om de popcorn weer een relief stokje achterlangs haken, zo. En dit ga je nu weer herhalen tot je bij de laatste popcorn bent. Dus hier achter je losse opening, die steken onder popcorn en relief stokje. Nou, ga zo door tot je bij de laatste popcorn bent. Je bent bijna aan het eind van de rij. Ik heb hier al die steken gehaakt. Daar kun je eigenlijk niet zo goed zien, want die deken wordt ook zo groot. Al die steken gehaakt. Ik heb nog 1 steekje over hier bij de laatste popcorn. De laatste relief stokje achterlangs. Zo. En nu op die laatste 12 steken, als het goed is, een stokje op elke steek. Dus gewoon tot het einde. Dan gaan we even deze rij nog afhaken. En bijna klaar. Nu op de laatste steek. Zo, even je naald erin prikken. Zo, het laatste stokje. Heb je er 12 gehaakt. Dan kun je weer je werk keren. En gaan we eigenlijk de laatste setje van 3 rijen doen voor de laatste rij popcorns. Rij 61 alweer. We gaan nu eigenlijk weer hetzelfde idee doen. We gaan stokjes haken tot we bij het tweede popcorn, de hoogte van het tweede popcorn van de volgende rij zijn. Dus dat betekent weer 3 lossen. Plus nu nog 16 stokjes, dat breng je dan hier. Dus de eerste is al gehaakt, kom je naar de tweede steek. Dan is nu 16 stokjes, nou, dat is net een iets langer stukje. Zo, en nog een paar. En de laatste 2 nog. En 2, zo. Je hebt die hele rits hier gehaakt en dan 17 als het goed is. En nu gaan we weer dat klein stukje herhalen. Dus een losse, sla een steekje over en 4 stokjes. En je bent dus nu ter hoogte weer van de tweede popcorn van de vorige rij. Sla je die over en 4 stokjes. Ik hoop dat je ziet dat het ritme dat we hier hebben hetzelfde is als voorheen. Dit stukje is weer hetzelfde, dus een losse, sla een steekje over en 4 stokjes, zodat weer een losse opening boven elke popcorn is. En herhaal dit stukje tot je nog 18 steken over hebt, maar het is makkelijker eigenlijk om te kijken naar jouw popcorns. Je wilt weer stoppen ter hoogte van jouw 1 na laatste popcorn aan de andere kant. Hetzelfde als voorheen. Wanneer je 18 steken over hebt, ben je ter hoogte van de 1 na laatste popcorn. En dan ga je dit stukje weer afronden, dus eigenlijk zoals voorheen. Dus 1 losse, sla de volgende steek over, dat is het relief stokje. En dan op de laatste 17 steken haak je een stokje op elke steek. En
En dan gaan we nog één rijtje popcorns haken. Kijk, dan gaan we even door tot het einde. Dus tot de laatste steek, een stokje op elke steek. Nog een paar steken over. En de laatste is hier op jouw drie losse waar je mee begonnen bent, de vorige rij. Zo. Kijk. En dat was hem. Ja, die lus even openhalen en er een steekmarkeerdertje in haken, want dan blijft hij goed zitten, net zoals voorheen. Nu heb je ook weer je laatste losse opening, zit dan weer boven jouw ene laatste popcorn. Je kunt echt hier die diagonaal zien vormen. En ook aan de andere kant net zo. Ga weer terug naar het begin van de rij voor je laatste rij popcorns. Voor rij 62 ga je eigenlijk weer precies hetzelfde met die popcorns doen. Je hebt alleen weer 2 minder. Deze rij heb je er 25 en je hebt popcorns gemaakt in kleur F. Dus kleur F en dan weer in de eerste in losse opening aanhaken. Al die popcorns haken, 5 losse ertussen en in de laatste in losse opening weer afhechten. Dus haak al jouw popcorns in kleur F. Rij 63, de achterkant naar je toe. En deze rij is ook weer heel vergelijkbaar met vorige rijen. We gaan even die lus ophalen van kleur A. En dan beginnen we met 3 losse. Dat telt als het eerste stokje. En dan beginnen we in de tweede steek. En dat is een eerste van 16 stokjes. En dat brengt ons tot aan de popcorn. En deze rij gaan we ook weer een stokje op elke steek haken. En een relief stokje achterlangs om elke popcorn. Tot we aan het einde zijn. We beginnen nog eerst even met nog 16 stokjes. En de laatste. Zo, net voor die popcorn. Zo. De hele rit stokjes gehaakt. Dan gaan we weer om de eerste popcorn hier in relief stokje achterlangs haken. En nu komt weer die herhaling. Ja, echt precies hetzelfde als voorheen. Dus even het stof hier achterop opvissen. En de eerste steek. Dus je haakt weer 4 stokjes. 1. 2, hier is 3 en zo 4 en nu om de popcorn hier nog een relief stokje achterlangs. Kom nou, zo ja. Zo. Ja, en herhaal dit weer tot je bij het laatste popcorn bent. Dus weer 4 stokjes achter de losse opening en een relief stokje om de popcorn tot aan de andere kant. We zijn alweer bij de laatste popcorn aangekomen. Hier haken we nog een relief stokje omheen. Zo, dat is de laatste popcorn. En dan heb je hier nog 17 steken tot het einde. Dan haak je een stokje op elke steek. Dan zijn we bijna klaar met deel 7. En op dit moment heb je echt al een deken. Het is nog niet af, maar je bent er bijna. Wat heb je al veel geleerd. Blijf vooral ook rustig doorhaken op die laatste steken. En de laatste steken. En hier op de 3 losse haak je het laatste stokje. Zo, dan heb je vanaf de popcorn 17 stokjes gehaakt. Keer je werk, want dan komen we terug voor de laatste rij. In rij 64, laatste rij van het deel, is eigenlijk heel simpel. Is een stokje op elke steek en aan het einde mag je draad afknippen. Dan zijn we klaar voor deze week. Dus dat zijn 3 losse. En dan op de tweede steek een stokje. Oeps. En natuurlijk niet door je draad heen steken. Zo. En op elke steek haak je een stokje. Gewoon lekker rustig te haken deze rij. En dan als je aan het einde bent. En die laatste 3 lossen haak je een stokje. En dan knip je je draad af.
en mag je afhechten. Dan ben je klaar. Om draadjes weg te werken. Nou, je hebt best wel wat draadjes zitten hier aan deze kant. En natuurlijk ook hier aan de andere kant. Hier heb je ook nog al die draadjes zitten. Nou, die zijn misschien een beetje lastig. Want jij hebt hier tenslotte die losse. Ja, en hoe werk je die draden nou weg? Nou, ik werk ze dus ook echt weg in die losse. Nou, laat ik een klein beetje inzoomen. Dan kun je misschien net iets beter zien wat ik doe. Nou, ik ga deze hierin stoppen. Ik zet hem even op mijn naald en ik doe dat nog steeds met een naald. Dat vind ik gewoon het fijnst. Sommige mensen gebruiken hun haaknaald. Nou, ik krijg dat niet voor elkaar. Voor het wegwerken ga ik mijn naald hier doorheen, ja, haast vlechten. Door die losse ketting. Zo, zie ik. Ik steek hem er echt dwars doorheen. Pinkt mijn telefoon, die ben ik vergeten op zacht te zetten. Zo. En nu ga ik weer terug de andere kant op. En dan nog één keer weer heen, zeg maar. Ik vleg hem echt door die losse heen. En ja, dat stukje hier wordt best wel een beetje dikker, maar weet je, dat geeft echt helemaal niks. En dan kun je hem afknippen. Kijk, en nu is hij echt heel netjes weggewerkt. Ja, je ziet dat hier iets gebeurd is, want dit is echt wel anders dan daar. Maar in principe, dit zit hartstikke stevig en is hartstikke netjes. Dus dit kun je nu ook doen voor al die andere lossen. Even uitzoomen. Dus al die andere lossen, dus ook aan de andere kant kun je deze draden nu ook zo wegwerken. En ook jouw begindraad hier van kleur A, die mag je ook wegwerken. En dan wil ik nog even kijken naar hoe groot jouw deken nu is. Als we even kijken naar hoe groot de deken nu is. Nou, qua lengte is hij natuurlijk nog steeds onveranderd, 125 centimeter. En qua breedte zit je nu op ongeveer 75 centimeter. En als je mooi naar het uiteinde kijkt, zie je hier ook die diagonaal van die popcorns. Nou, ik vind dat echt hartstikke leuk. Nou, 75 centimeter breed. Volgende week zetten we het laatste stuk eraan. Dus dan heb je echt je laatste dimensies. Dan is je deken ook helemaal af. Ik hoop je volgende week terug te zien voor deel 8.